alsjeblieft, Sylvia. Hier bij mijn boek. Prachtig. Als littekens konden praten. Ja, in mijn boek vertel ik niet alleen maar mijn reis door de psychiatrie. Maar hier vertel ik ook via gedichten en via schilderijen. Dat creatief bezig zijn toch wat meer is dan alleen wat je via gesprekken via de psychiater doet. En dat je ook een beetje kunt uiten via klei, schilderen en andere dingen. Wat je verhaal en je verleden toch... dat je dat wel beter kunt verwerken. Ja. Ja, nou ook hier bij atelier van jou met intuïtief schilderen kan ik toch een heel stuk verder komen met mijn verleden. En ja, dankzij jou. Graag gedaan. Maar ik ben echt zo super trots op jou dat je dit hebt geschreven. Want ik ken jouw verhaal een beetje. Vanuit als klein kind misbruikt tot 18 jaar. We hebben net over verslavingen gehad, vanuit de medicijnen, maar ook alcohol. En je tijd natuurlijk in de psychiatrie. Ja. Allemaal dingen wat ook allemaal fout gingen. Maar ook gelukkig dat jij de kracht in jou vond om toch door te zetten en het allemaal op te lossen voor jezelf. Ja. En daarom dat ik dit zo gaaf vind, de combinatie wat wij hebben, ook door het gebruik van creativiteit. En aanstaande zaterdag heb ik weer een eendaagse van vrouwen in hun kracht. En bij deze, voor het promoten van een boek voor jou, geef ik iedereen korting. Dus in plaats van dat ze 98 euro betalen om te komen, betalen ze 72. En dat verschil kunnen ze gebruiken om jouw boek te kopen. Nou, oh, dat is super fijn. Want ik vind dat jouw verhaal mag verteld worden van de kracht van een vrouw die het toch voor elkaar kreeg. Want je hebt me toch een verleden, verschrikkelijk. De meeste zouden slachtoffer blijven in het leven. Ja, maar slachtoffer helpt je niet vooruit. Nee. En dat is waarom ik dit graag promoot. En ook tegelijkertijd het schilderen. Want dat doet gewoon heel veel voor je. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus dankjewel. Ja, graag gedaan. En niet te vergeten. 11 mei om 4 uur hebben we hier een presentatie. Ga je dieper erin over je boek. Ja. En zijn jullie allemaal welkom om te komen kijken. En te luisteren. En te voelen van het verhaal van Patricia. Dus heb je een verslavingsgevoelige achtergrond of incest of seksueel misbruik, wat dan ook. Wil je gewoon iemand spreken die kracht heeft? Kom 11 mei hier naar het atelier om 4 uur.